is een niet geplande referendum. Yeah. Want als staat de camera uit, weet je, als we aan het praten zijn over, over social media marketing, over strategie of wat dan ook, komt er toch altijd wel wat zinnigs uit, hè? Yeah. Die je eigenlijk moet capturen. Helemaal raar. Ja. Ja. Ja, wat ik eigenlijk net zei, waardoor ik eigenlijk tegen die heb gezegd van oké, weet je, neem het gewoon even op. Leuk, leuk om dit te documenteren, maar ook voor eigen studie, is dat ondernemers die zijn ontzettend enthousiast als ze wat hebben ontdekt of als ze een dienst hebben geleverd en die besluit dan naar de Kamer van Koophandel te gaan, voor zichzelf te gaan beginnen, al die part-time, lopen naar de KVK toe. En de enige reden waarom ze, een van de vele redenen waarom ze naar de Kamer van Koophandel gaan, is omdat ze een paar klanten hebben naast hun vaste job. Of ze hebben zoiets van, weet je wat, ik bedien toch nu al klanten, ik ga het gewoon fulltime doen. Ja. Want ik heb al 1, 2, 3 klanten die ik eigenlijk al bedien. Ze lopen naar de Kamer van Koophandel toe, naar de KVK openen ze een bankrekeningnummer, een zakelijke bankrekeningnummer, hebben visitekaartjes besteld bij Vistaprint voor 20 euro of zo. En daar sta je dan met je website die je door je neef of nichtje hebt laten maken voor Habbekrats. Een visitekaartje zonder corporate identity. Hoe ga je nu verder aan de bak? Je bedient een paar klanten, maar die klanten gaan binnenkort ook weg. Hoe kom je dus aan klanten? That's the question. Ik maak dat dagelijks mee. Ondernemers die hier komen, die bellen. Die zeggen van, ja, maar hoe kom ik aan klanten? Ik moet wat posten. Ik moet een website hebben. Ik heb een logo nodig. Nee man, dat heb je niet eens nodig. Wat je nu nodig hebt, is gewoon een duidelijke propositie. Zonder duidelijke propositie kan ik dat nooit visueel vormgeven. Wat is je propositie? Yeah. En praat er niet over unique selling points, want niemand heeft tegenwoordig unique selling points, tenzij je iets hebt, een product hebt. Dat brand new is ofzo. Wat brand new is en je hebt monopolie en niemand heeft het. Maar wat is nou je unique selling point? Dat is eigenlijk wie je bent. Dat ja, stories creëren eigenlijk. En gewoon je content, denk ik, op een soort speciale manier naar je audience toe brengen en gewoon mensen laten geloven in je product. Als je propositie niet duidelijk is, kan ik dat niet vormgeven online. Het begin is, wat is je propositie en waar ben je over tijdje? Wat is je eindbestemming? En of dat gaat nou via een website, via Facebook of via Instagram, dat is relevant. Als je niet eens weet wat jouw eindbestemming is, ja, en wat je propositie is, dan heb je verloren. Zo simpel is het. Thanks. Dus ja, daar hebben we het eigenlijk over. Zodra je propositie bekend is, dan pas kan ik werken aan het plaatje daar. Moet je ook even straks... Ja, ik ga zo meteen dat plaatje zet ik erin. Ja. Guys, the gold mine. Ja. Zo ik denk, je propositie en weten waar je toe wil gaan. En het hoeft niet precies exact te zijn wat je eindbestemming is. Ja, want je eindbestemming is... Ja, het is leuk om te weten, weet je, maar dat is... Ja. Dat is je werkt er gewoon naartoe. Precies, ja. Maar als je gewoon weet wat dat is, dan ben je echt bewust. Always have a plan, dat zeg ik altijd eens. Always have a plan. Nee, have an idea, dat is het belangrijkste. Idea, plan, uitvoering naar je doel. Ja. En dan ben je, that's all. Je hoort ook heel veel ondernemers zeggen van ja, je moet in jezelf geloven. Geloof je in jezelf. Maar de praktijk is gewoon echt zwaar. Want heb je het moeilijk, heb je het financieel moeilijk, heb je al 10 nee's gekregen aan de telefoon of in een face-to-face gesprek, hoe ga je dan nog in jezelf geloven? Je kan pas in jezelf geloven als je propositie duidelijk is. Je moet geloven in je propositie. En je moet geloven dat jij degene bent die dat kan realiseren. Of dat je iemand anders aanstuurt om dat te gaan realiseren. Hè? Of je doet het zelf, of je gaat werken in een team, weet je, die dat kan realiseren. Geloof in jezelf op het moment dat je schulden hebt, op het moment dat je al 10 of 100 nee's hebt gekregen, dat is ontzettend hard. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Maar daarom ook, wil je echt eerst geloven in jezelf, zorg eerst voor social proof. Zorg eerst dat je met je propositie de eerste 1000 euro kan verdienen. Als je dat hebt verdiend, vraag je jezelf af, oké, pak ik nog 3k aan de propositie. Hoe kan ik het anders doen? Want echt, geloof in jezelf betekent ook dat je continu moet rehearsen. Je moet continu blijven oefenen. En dat kan niet binnen een maand. Dat kan ook echt niet binnen 2, 3, 4 maanden. Je hebt daar geduld voor nodig. En dat is ook de keuze van, oké, ga ik van 9 tot 5 werken? Of ga ik van 5 in de ochtend tot 11 in de avond door met werken? Sta ik om 7 uur op in de ochtend? Of ga ik om 4 uur in de ochtend opstaan?
Hoe hardcore ben jij? Ja. Dat is het, man. Thanks. Real talk. Zo mensen. Jullie hebben het gehoord, hè? Nu is het gewoon aan de slag gaan, denk ik. Get shit done. Ja, man, dit is... Dit get shit done, hè? That get shit out. Get shit out.